Maya. Maya? Maar ja, dat ga ik dus never nooit van zo lang zal ze leven met dit gereedschap en met mijn vaardigheden. Dit hing in de gang, maar dat hoorde daar helemaal niet. Veel te groot. Wacht even. Ik moet even steeds nog zoeken naar waar die versterker gebleven is. Ik kan het zachter allemaal. Deze, dan moet ik uitkijken, want ik zit al aan mijn tweede biertje en het is vanavond 4,7% inflatie. Plaats van 4,2. Dat ga ik toch nooit van zijn leven kunnen nadoen. Dit ga ik toch nooit kunnen evenaren. Zeker niet met krijt en met mijn techniek. Maar dit is ook helemaal niet de bedoeling. Kijk, deze heb ik nou hier hangen. Moet eens kijken hoe dat er van een afstandje uitziet. Dat is toch, ja, anders. Anders weer. Deze hing daar. En deze hing in de gang tussen al die kleintjes. Daar. Hier. Ja, en daar hing die. Kijk, dit is heel mooi. Het is heel simpel, maar heel mooi. Het is mooi gedaan. Ja, deze, de dinkel, denk ik. Dat weet ik al zeker. Maar hier hing die dus. Maar dat was veel groter dan de rest. Deze, een boerderijtje in de buurt van, hoe heet dat ook alweer? Daar, Beuningen en zo. En dit is Noordhoornkanaal. Almelo Noordhoornkanaal. Dus bij hoe heet dat ook alweer? Denenkamp. Kijk, want ik had... Deze had ik eraf, die hing daar oorspronkelijk. Doe eens even een lamp aan, kut. Die hing daar oorspronkelijk, maar ik vind het heel belangrijk. Als ik de deur uit ga, dat ik even kijken of het allemaal wel een beetje netjes uitziet en de haakjes mooi in de krul zit en zo. Nou, dat was wel belangrijk toen ik dat haar nog heel lang had. Toen zag het er soms verschrikkelijk niet uit. Nou, nog niet, maar goed, nou valt het niet zo op, want het is vrij kort. Het was toen heel... Maar goed, hier hing dat grote schilderij met het hutje daar. Dit was gewoon te groot, veel te groot. Kijk, en deze had ik, omdat deze kwam daar dus vandaan. God, let nou eens op, kwam daar vandaan. Maar er was hier dus verder geen plek om hem op te hangen. Dus had ik hem, let op. Let heel erg op, want dat is heel belangrijk. Dat krijg straks overhoring. Die hing... Had ik daarvoor gezet. Voor de filosofieboeken. Ja, dat kan. Dat kan. Hij viel er niet af, want er stond een heel dik boek voor. Lag ervoor. Ligt er, weet ik veel. Van de Vandalen, etymologisch. En daarachter, de bovenop, daar ligt dus een boek van Wim Keizer. De waarnemer. Die heb ik ook nog niet gelezen. Ik wist helemaal niet meer dat het erachter stond. Lag. Dingeste. Wat even. En dit. Kijk, dat zijn formaten. Dat is een beetje hetzelfde als die formaat. Dus ja. Maar die hing daar. En daar hing niks. Want dat durfde ik, dat schilderij wat daar hoorde, niet te hangen. Omdat die nog groter is dan die. Niet zo groot als deze. Maar wel vrij groot en zwaar. En een beetje ongelukkige hoek. Met die. Kijk, dit. Dit kan je niet aan de kant krijgen. Dit krijg je echt niet aan de kant. Ja, die rotzooi wel. Maar wat erop ligt. Maar dat ding zelf. Dan moet je dus helemaal voorover hangen. En dan met een onvervangbaar schilderij moet je daar proberen met zo'n draad. Dan daarachter die haak te pakken. Nou, dat is... En zwaar, hè? Zwaar. Heel zo. Kijk. Dit is de tweede A4 van vandaag. Ik ben vandaag met de krijtjes van Yvonne begonnen. Hé, dat ruimt. Dan is het dus waar. Mooi. Weten we dat ook weer. En dit was de eerste. Want... Ik had natuurlijk met al dat verzeulen van al die meubilairen en zo, had ik een paar krijtjes geknakt. En dan kregen we dus, met die korrels die er lagen, heb ik dit dan even in elkaar geflanst. Stelt allemaal niks voor, maar dat gaat niet om. Maar toen had ik zoiets van, hé, met die kruimeltjes kun je ook leuke dingen doen. Dan krijg je scherpere lijnen. Nou, dat zit hier een beetje in. Deze twee zijn gefixeerd inmiddels met de spuitbusdinggedoe. Deze ook. Ik weet niet of dat goed houdt of zo, maar het is wel van de dure winkel, dus het zal wel goed zijn. Nou, dit is dan niet te vergelijken, absoluut niet. Met wat dit is toch zoveel magistralen. Daar ga ik niet in de buurt komen, never nooit niet, maar dat maakt ook helemaal niks uit. Hij deed het voor zijn lol, ik doe het voor mijn lol. En dat is eigenlijk het enige wat om gaat. En dus in die zin ben ik wel een kleinzoon van mijn grootvader. Alleen ja, ik heb ze... Maar goed, hij kon ze maar niet leren, deze technieken.
Want hij was er al 12 jaar niet meer toen ik op deze planeet aankwam kachelen. Dat was het enige grote nadeel. Maar toen ik als engeltje zijnde om de planeet heen cirkelde en toen de stem mij vroeg, waar wil je nou naartoe? En ik zag die twee mensen, die dan later mijn vader en moeder zouden worden. Toen wist ik wel waar ik naartoe wilde. Ja, daar wil ik naartoe. Dat zijn mooie mensen. Misschien word ik dan ook wel mooi. Nou, is niet helemaal gelukt, maar dat geeft allemaal niet. Nou, als kind was ik best wel charmant. Maar goed, er is natuurlijk het een en ander verwaarlozing, drugs en andere rotzooi overheen gekomen. Dus daar is niet veel meer van over. Dat is een uiterlijke schijn, hè? Dat is uiterlijke, de binnenkant. De kern, de core business. Oh, je bek, rotauto. Is nog steeds heel mooi. Maar was niet zo mooi toen daar. Ik zal het even laten zien waar het was. Ik zal het je even aanwijzen. Daar. Kijk het. Daar, misschien zijn ze er nu weer. Daar. Dat is die tak daar. Er zaten er twee. Die zaten, godverdomme, met één kogel had ik ze kunnen hebben. Ze zaten vlakbij, maar ze zaten met die kopjes tegen elkaar. Die gingen neuken, denk ik hoor. Dat weet ik bijna wel zeker. En ik werd daar zo ongelooflijk gefrustreerd, woest van, dat ik deze maar ben gaan maken. Ik denk, ik ga daar niet op dat balkon blijven zitten. Ik word er knettergek van. En ik ben al gek, dus dan is het bubbel op. Daar kom je niet meer overheen. Ja, oké, okay, want Sam Harris, zag ik een recente publicatie van de podcast. Het is wel erg, maar het wordt wel heel kleurrijk zo. Kijk nog een beetje erbij. En dit geeft allemaal niks. Maar dat zag ik dus. Maar nou ben ik de naam weer kwijt. Derek. En dan iets met een P-A naam. Een filosoof uit de... Die had in 84 had hij een boek moeten publiceren omdat hij anders van de universiteit werd geknakt. En dan had hij van alles in elkaar. Humans and Research of zoiets. Ik weet niet precies hoe het heet. En dan ben ik even op gaan zoeken op die gast. En eerst wat ik zag van, hè? Foto van mij op een Wikipedia? Maar dat was geen foto van mij, maar dat was een foto van hem. Lijken wel een beetje op elkaar. Hij was ook heel hoogbegaafd. Dus heel erg geïsoleerd. Want er is natuurlijk verder niemand waar je mee kan communiceren. Als kind zijnde of als jongeling zijnde. En dan Sam Harris die komt er meteen met van, ja, hij zat wel ergens in het autistisch spectrum volgens mij. Nee, als hyperintelligent begaafd, hoog, extreem begaafd persoon. Is het bijna niet te doen om iemand te vinden om mee te communiceren. Want ze zijn allemaal te stom om voor de duivel te dansen. Dat is het. Je bent niet autistisch. Zij zijn gewoon... zwakzinnig. En met een zwakzinnig is het heel moeilijk om een goede dialoog en een goede flow op te bouwen. Dat werkt gewoon niet. Zo is dat. En dat ervaar ik. Nu minder, want ik ben een beetje aan het dementeren en alles. Dus dan kom je weer een beetje op gelijk niveau. Maar als kind en jongeling zijnde, was ik heel geïsoleerd. Ik had eigenlijk een schil om me heen van, kom niet te dichtbij. Want ik word heel moe van jullie, met jullie stomzinnige. Maar goed, dat heb ik nog steeds. Dat hokjesgedrag, dat hokje. We moeten in een hokje, want daar horen wij. Nee, sodemiet erop. Hokjes zijn voor idioten, zijn voor, ja, voor kistkalveren en zo. Maar toch niet voor grote denkers, grote geesten. En als je dan zo helemaal op je eentje zit en je gedachten gaan de vrije loop nemen, ja, dan kom je heel ver. Veel verder dan als je huisje, boompje, beestje, baantje... kindjes en de hond uitlaten en dat soort stomzinnige activiteiten. Dan kom je helemaal nergens. Dan sta je stil. Dan zit je in een... hoe noem je zo'n ding ook alweer? Weet ik hoe je dat noemt? Waar die beestjes, die hamsters in... Of cavia's of marmotten. Weet ik veel hoe die krengeiten. Die ze dan ook nog eens een keer in een kooi stoppen. Dan krijgen ze een molletje, een tredmolen of zo is dat. Zou zomaar kunnen.
Dat gaat maar door. Het is het enige wat ze dan kunnen. Een beetje lopen in een molen die nergens heen gaat. Dat is wat heel veel mensen doen. Dat komt niet ver. Dat staat stil op het moment dat het een relatie aan gaat. Kindjes gaat bouwen. En huisje, boompje, beestje. En weet ik wat allemaal. Dan is het afgelopen. En daar heb ik altijd voor gepast. Daar heeft die Derek P. nog wat ook voor gepast. En er zijn wel meer grote denkers en meer grote genieën zoals ik. Die daar gewoon voor passen. En zoiets hebben van, dan gaan jullie maar gewoon lekker je eigen gang. Laat mij mijn gang maar gaan. Ik heb een beetje een idee hoe de boel in elkaar zit. Ik kan het af en toe een beetje formuleren. Soms. Dus zoals bijvoorbeeld, diervriendelijk bestaan. Wat? Stil eens even. Diervriendelijk vlees bestaat wel degelijk, sprak de kannibaal. En slikte weer een hap door of zoiets. Weet ik, daar kan je nog wel wat achteraan zetten met de mond. Met volle mond kan je ook gewoon zeggen, dat is ook wel leuk. Maar als je dan ziet wat hier allemaal voorbij dennen, dan denk je, ja, van als dat vlees van verkeersidioten in Albert Heijnse schappen lag, zat ik zo weer aan het vlees. Weet ik zeker. Maar ja, goed, zover is het nog niet. Dat duurt allemaal even. Wij grote denkers, wij genieën, zal ik maar even heel bombastisch zeggen. Wij staan zo ontzettend buiten de tijd. En dat kan wel 1000 jaar duren voordat een fractie van onze ideeën, inzichten, aardert in de massa. In de maatschappij. Dat gaat eeuwen en eeuwen gaan eroverheen. Alleen als je komt met bevestigende rolpatronen, bevestigende patriarchische, weet ik wat, kutfilosofietjes als een Bijbel, als een Koran, als een wat dan ook voor een stomzinnige schrift. Mijn Kampf. Ja, dan krijg je de horde wel achter je aan. Maar daar win je niks mee. Dan maak je alleen maar dingen mee kapot. Want de vrije geest gaat daaraan ten onder. En de vrije geest is het grootste goed wat de mens deze planeet te bieden heeft. Dan wil ik maar even bij laten. Godverdikkie nog een doen.